Sup, motherfuckers. Wat? Dag mensen, we gaan vandaag weer kijken naar mijn favoriete programma Love Island. Ik bespreek de grappigste momenten van vorige week. En waarschijnlijk als je dit kijkt, dan is vanavond de finale. Of is het al geweest. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Ik ga zelf ook kijken. Tuurlijk, alsof ik iets beters te doen heb. Ik sta over de hele video, dus vind je dat irritant? Sorry. Ja, sorry dat ik besta. Nee, sta. Niet dat ik bus sta. Nee, sorry dat ik sta. What the fuck. Sorry dat ik leef. Hey, we hebben vorige week al besproken dat Mert niet de allerslimste is. Het is niet Einstein. Het is niet dat Bill Gates, zeg maar, super jaloers is op hem. Nou ja, hij heeft wel een mooie figuur. En hij heeft met Joan. En hij heeft een hart van goud. Hij heeft wel een hart van goud. En Joan die wist dat ook. En daarom koos ze voor hem. Maar toch wilde ze even laten weten aan Mert dat ze ook iemand anders best wel leuk vond. Die volwassener is. Ik ga nu heel stom zijn. Maar Milan bijvoorbeeld is ook een jongen van 20. Maar hij is al wel wat verder. Hij heeft wat meer ervaring. Maar ja, weet je, al kan hij mij een makkelijker leven geven alsnog. Ik wilde dat niet. Ik wilde dat niet. Ja, en Mert nam dat vrij emotioneel op. Hé? Hey. Laat me even niet eens. Weet zeker? Doe even kom. Mert. Nee. Laat me alsjeblieft alleen. Laat hem maar even. Ja, laat me even alleen. Mert, er loopt niemand meer met je mee. We stonden hier de eerste keer al. Nee, maar relaties zijn ook moeilijk. En dus besluit Mert om zich te verdiepen in de vrouw. Ik zie mezelf in jouw ogen. Lekker bezig, Mert. Kijk nu in de ogen en zeg iets moois. Zeg iets over de ogen. Als ik in jouw ogen kijk, dan heeft het zijn eigen vocabulaire. Het is een prachtige taal om aan te leren. Boom. Uit de mouw. Grapje, stand als eerste op Google. Romantic quote about eyes. De eerste, die ziet, oké, dat is een beetje vals spelen. Kijk, Mert heeft helemaal geen Google, dus Mert die zegt eigenlijk niks. Maar John, die kijkt in Mert's ogen en die zegt wel wat liefs. Ik vind mijzelf ook. Een beetje een raar hoofd heb ik. Wow, dat heb ik helemaal nooit gezien. Ik heb het ook nog nooit gezien, what the fuck. Oké, zo lief is het niet, maar het gesprek stond niet voorbij. Hè? Wat? Doe je mij na of niet? Ik zie je niet. Ik zie mezelf ook daar en daar, zeg maar. Maar ik zie ook... Nou, ik ben echt... Mauw. Mauw. Dit gesprek heeft plaatsgevonden. Ik heb dit niet geëdit, ik zeg het je. En zo gaan alle gesprekken tussen Joan en Mert. Wat werd uitgezonden bij Love Island. Laten we nog eentje erbij halen. De maan bijvoorbeeld. Net stond hij nog daar. Hoe kan dat? Dat... Omdat we hoog zitten, of niet? Zie de Eiffeltoren. Het is Parijs, hè? What the fuck, Joan? Ik hoor die grappen te maken. Je kan niet zo doen tegen Mert, alleen ik. Als ik zo doe tegen Mert, kan de rest van de wereld lief zijn. Ja, weet je, fuck het ook. Ik ga hem gewoon alsnog maken. Fuck you. De maan bijvoorbeeld. Net stond hij nog daar. Hoe kan dat? Dat... Omdat we hoog zitten, of niet? Ja, bizar. De maan. Ja, als je goed kijkt, dan zie je ook de Erasmus. Gadfuck, spuug ook. Nee, hij is niet meer grappig. Oké, we gaan door. Hoe kan dat? Dat daar donker is dan daar. Nee. Ja, dat zijn wolken, hè? Ja. Joan, wat is jouw antwoord? Kom jij maar eens met een grap. Hoe kan dat? Dat daar donker is dan daar. Nee. Dat heb ik nog nooit gezien. Zijn de wolken, schat? What the fuck, Joan? Godverdomme, Joan. Kijk, ik zeg het ook nog in filmpjes. Kan Mert helemaal niet zien. Jij zegt het tegen Mert. Ja, straks denkt hij, oh, we zijn inderdaad wel dom. En dan wordt hij nog slim ook. En dan? Waar moeten we dan naar kijken tijdens Love Island? Hier, moet je kijken, het begint al met slim zijn. Luister, luister. Dit is de aarde. Dit is de zon. De aarde draait 24 uur. 24 uur, hè? Maar ondertussen draait hij zo. Maar ook 24 uur, hij draait rond. Dan is dag, nacht, dag, ja. Nacht. Maar dan draait hij nu. En dan nu zijn we op de helft. Wist je dat of niet? Ja, Mert. Je begon hier. Je bent nu hier. Ik weet dat dat de helft is. Ga dan maar verder met je verhaal. Oh, dat is 75%. Ja, I know. En dan als hij hier is, is het 1 jaar. Wist je dat? Wist je dat? Nee. Nu wel. Dank je. Dus 1 jaar draait om de zon. Ja. Het klopt dus wel allemaal wat hij zegt. Dus je kan zeggen wat je wil, maar... Oké, wacht, ik ga een i'tje maken. Moet je even hier klikken. Het zou heel kut zijn als het nu daar zit. Maar ergens in de hoek zit een i'tje en daar maak ik een poll. En dan moet je even eerlijk antwoorden of je dat al wist of niet. Van wat Mert net uitlegt. Want ik denk namelijk dat heel veel van jullie wel gewoon algemene kennis heeft. Nee, geitje. Ik denk dat best wel veel mensen dit niet weten. En dan kunnen we zien of Mert slimmer is dan de gemiddelde Nederlander. Of vrouwelijke Nederlander. Want 80% van jullie is vrouw. Ik weet niet waar de mannen zijn. Wij zijn de boys.
Jezus, zijn allemaal vrouwen aan het intimideren vanuit huurauto's? What the fuck? En de maan draait weer om de zon. Ja. Zulke dingen. Oké, dat gaat dan weer niet helemaal goed. Nou, het klopt wel wat hij zegt. Ik bedoel, de maan draait om de zon. Maar het is iets duidelijker als je uitlegt dat het komt omdat de maan om de aarde draait. En die gaat om de zon. Fuck it up. Hey, Mert, lekker bezig. Ik ben zelf ook heel erg van de feitjes. Alleen, ja, Joe niet. Je vriendin. Hé, hey, ze ging jeugdfoto's bekijken. En check even deze foto. Ook hoe sterk is dit kind? Echt fucking lijp. Gewoon lachend, gewoon met drek. Oké, fuck it ook. Hey, weet je nog dat Giuliano voor Feline koos, maar Feline had gekozen voor Koen? Nou, die twee zijn gewoon weer bij elkaar, want ze zijn namelijk met z'n tweeën op date geweest. Ja, zullen we meteen beginnen, want het is ook niet goed. Oh, fuck mee. Je hoort toch heel vol of niet? Zeg maar stop. Beetje. Hey, vraag me altijd af wat er gebeurt als je gewoon nooit stop zegt. Wat de ober dan doet. Dag meneer, zelfs een wens. Top, zou ik u witte wijn nog wat bijvullen? Tuurlijk, gaan we doen. Zegt u maar stop hoor meneer. Heeft u het... Ja, is lekker, goed zo. Zegt u stop hoor meneer. Meneer, wilt u alsjeblieft stop zeggen als u gedenkt genoeg te hebben? Ja, meneer. Meneer, wilt u alsjeblieft... Meneer, wilt u alsjeblieft stop? Meneer, ik moet dit opra... God. Natte sokken voor de rest van de video. Grap die niet heel leuk was. Hey, omdat Feline en Giuliano het zo leuk hadden, moet Koen kijken naar andere meiden. Dus ging hij in gesprek met Fabiana. Wat is jouw afkomst van je ouders? Wat denk je dat ik ben? Suriname? Ja, klopt. Ik ben Suriname. Ik ben niet Surinaams, ik ben Suriname. Er wonen 500.000 mensen in mij. Deze grap. Hey, ik wist trouwens dat er meer Surinamers wonen in Nederland dan in Suriname. Dat heeft een Surinamer me wel eens verteld. Ik weet niet of het waar is. En jij gewoon vol Nederlands? Ja, ik ben vol Nederlands, ja. Ik wil er graag in, Suriname. Jij ja, bent in Suriname? Oh, dat is kan. Hier, fuck, kut open. Overkoeling. Is hij ook Suriname? Ik ben Suriname, dat wist je toch? Wat doe ik met mijn leven? Wat is dit voor grap? Ik stop met video's maken aan het vanaf nu. Dit was het einde van de video. Nee, we gaan gewoon door. Gewoon een keer kijken, ja. Gewoon voor het eten. Jullie eten altijd om 5 uur 's middags. Oké, ik heb geen idee of mensen dit echt doen, om 5 uur 's middags eten. Maar dat snap ik niet. Ik eet zelf om 9 uur, want ik slaap om 12 uur. En ik ga niet om 5 uur eten en om 12 uur slapen. Dus ik 7 uur zonder eten. 7 uur lang zonder eten. En nog de hele nacht. Ja, dan ga ik wel weer mee naar een expeditie op zonder dat ik daar zin in heb. Maar jullie kip moet ook de hele avond staan. Die stamppot is zo klaar. Ja, echt wel. De kip moet de hele avond in de marinade liggen. Wat? Wat is, waarom gaan ze stuk dat kip lang moet marineren? Is dat humor? Kijk, ik wil niet zuur overkomen of zo, maar als dat humor is, dan had ik nu al mijn eigen theatertour. Ja. En hey, goedenavond, Gorkum. Bedankt voor het komen allemaal. Wat zijn jullie allemaal gekomen in grote getallen? Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Maar dat komt ook door corona. Je mag maar 30 mensen in de zaal hebben. En de kaartjes waren niet uitverkocht. Ja, dat was ook niet heel goed. Ik zal het over mezelf vertellen. Ik heb een Surinaamse vriendin. En als zij staat te koken, dan moet de kip zo lang marineren. Ik heb Kloen nog niet verteld. Die zei maar kut publiek. Oké, dan wordt het heel irritant. Want iedereen gaat even zijn fucking back houden wat ik een grap heb gezegd. Maar god, fuck you Gorkum. Maar je blijft het niet bij. Het gesprek tussen Koen en Fabiana wordt echt nog 10 keer grappiger. Wij kopen gewoon gekruide kip, weet je wel. Dat is makkelijker. Ja, Surinaamse kip. Surinaamse kip. Oké. Nou, het is wel grappig, I guess. Hey, maar het gaat heel goed tussen Koen en Fabienne. Koen scoort punten. En als het zo doorgaat, is hij binnen no time Feline vergeten. En dan blijkt Fabienne ook nog eens super intelligent te zijn. Zeg het alfabet zo snel mogelijk achterstevoren. Te baflater. Dat ze gewoon het alfabet gewoon achterstevoren zegt. Gewoon het woord. Nee, oké, ze begreep dat wel. Ze moest gewoon de letters andersom zeggen. Dus we gaan even kijken hoe dat gaat. Zet. A, B, B, A. Dus, nou ja, ze begon goed. Ze begon met de Z. Dus ze maakte daarna wel een sprong naar in één keer het begin van het alfabet. Naar A en B. Wat ze dan ook nog eens niet achterstevoren zijn. Ik weet niet wat de fuck hier gebeurde. Nou weet je, Fabienne, ik krijg nog 1 kans. Geen foute antwoorden, makkelijke vraag. Wat zou je doen als je nog 1 dag te leven hebt? Oh, dat is wel
een ticket boeken naar Amerika en een keigrote bank veroveren. Een plan met heel mijn team, met keiveel pistolen. En dan ga ik net als in de film... heel de bank leeg over. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? What's happening? I don't know what's happening. Ik accepteer het ook gewoon niet meer. Ik accepteer het gewoon niet meer. What the fuck? Stel je voor je hebt nog 24 uur te leven. Dan besluit Fabienne om van die 24 uur 8 uur minimaal naar Amerika te vliegen. Het allerzijdste wat de fuck bestaat. Een busrit door Amsterdam is nog leuker. Dus 1/3 van de rest van je leven is al verneukt. En als het dan lukt, door een of ander bizar wonder, om een bank te overvallen, met een plan wat je waarschijnlijk hebt bedacht binnen die 8 uur in het vliegtuig, dan heb je geld. What the fuck heb je nou aan geld? Wat heb je aan geld? Oké, stel je voor, je hebt altijd al met een Ferrari willen scheuren door de stad. Dan jat je toch een fucking Ferrari? Jat een Ferrari! Ga toch niet een bank overvallen om daarna shit te doen met dat geld? Dan ga je toch ook gewoon een jetski jatten? Dan ga je vrouwen vragen, hey, ik ga over 24 uur dood. Ik ben fucking zielig. Pijp me in een bad vol champagne. I don't care. Iedereen doet alles voor je als je nog maar 24 uur te leven. Trouwens 16 uur aangezien ze 8 uur daarvan heeft gevlogen. Ik ben gewoon echt boos door de dat. Oké, misschien is Fabienne toch niks voor Koen. Want Koen die komt waarschijnlijk uit het Gooi. Of uit Amsterdam-Zuid. En daar is iedereen afgestudeerd in rechten. Ik ben wel afgestudeerd in rechten. Nou, dus niks bij Fabienne. Maar gelukkig kwam er perfect getimed nieuwe bombshells. En laten we beginnen met Alicia. Ik ben Alicia. Ik ben 23 jaar en ik kom uit Deerlijk. Mensen noemen mij ook wel eens de Vlaamse Kylie Jenner. Waarom? Omdat ik ook gewoon graag met make-up bezig ben. Maar ze is ook heel ondernemend en ambitieus en dat ben ik ook. Ik denk, maar dat is gewoon een gok, hè. Ik bedoel, pin me er niet op vast. Ik denk dat je uiterlijk er ook wat mee te maken heeft. Want make-up, ambitieus en ondernemend, dan zou Nicki Tutorials de Nederlandse Kylie Jenner zijn. Nou, in ieder geval de twee nieuwe bombshells die kregen een bericht. Welkom Alicia en Naomi. Date en slaap vannacht meteen met een man naar keuze. Nou, Koen, natuurlijk als enige vrijgezel van het huis, die werd uitgekozen. En Mert. Als zeg maar minst vrijgezel van het huis. Ja, waarom ook makkelijk doen als het moeilijk kan. En Mert was ook dol enthousiast. X voor Mert. Kill. Oh my god. Oké, stel, ik zou op televisie iemand vragen op date. En diegene reageert met... kill. Ik zou door de grond zakken. En dat is nog niet het ergste, want John die reageert namelijk zo. Wat? Ik irriteer mijn tering erg gewoon. Godverdomme. Even serieus, je ziet alles. Je hebt waarschijnlijk gezien dat wij hebben gejankt voor elkaar. Dan ga je mijn man kiezen. Op Rotta. Niet mijn vriendin. Doei. Ach ja, het is maar goed dat ze ergens anders slapen. In de hideaway. Want... anders waren ze al bij dood. Maar gelukkig is daar Mert en die stelt er gerust. Ik vind het gewoon irritant. Ik ben gewoon boos. Hoe vind je het, schat? Ik ga gewoon alleen lekker knuffelen met haar mini. Ik zou dat ook exact hebben gezegd. Ja. Maar goed, mijn vriendin is dan ook niet Joe. Nee, Mert raad ik aan om nooit meer zo met zijn leven te spelen. Ik ga wel gewoon gezellig praten. Toch? Moet toch? Anders kut voor haar. Praat maar gewoon terug. Ja. Je hoeft niet je tanden te poetsen. Stel Mert negeert de dood. Mert. 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 Mert, er is brand. Bla 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 bla. Oh, what the fuck gebeurt hier? Nou, Naomi en Koen die hadden wel een leuke nacht. En later kiest Naomi ook voor Koen als koppel. Ja, de jongen waarmee ik een koppel wil vormen is Koen. Maar Jamisha, die wilde ook voor Koen kiezen als koppel. En ze is dat tegen hem gaan zeggen. En de reden waarom dat het gewoon moeilijk is voor mij... omdat mijn eerste keuze ook gewoon jij was. Ja, dat moet je echt niet doen bij Koen. Ja, er is één regel. Streelt het de ego van Koen, ga het niet doen. En dat werd ook echt heel erg, want Koen kreeg een mega ego. Sterker nog, er werd een aparte villa gebouwd voor de ego van Koen. De Casa Amor werd Casa Ego van Koen. Nee, dat was niet zo erg, maar Koen ging wel even iedereen langs om te vertellen dat er twee vrouwen voor hem wilden kiezen. Hebben jullie de reactie gezien van Alicia toen hij voor mij koos? Zij wilde dus ook voor mij gaan. Ja. Nee joh. Ah. Ik vind het wel lastig. Wat? Ik ben gisteren gekozen door Naomi. Mm. Superleuk. Maar het schijnt dus Alicia ook mij wilde kiezen. Oh. Ook wel lastig om te horen gisteren dat ze allebei voor mij wilden gaan. Ja, was ook leuk. Ook wel leuk. Oh, echt top hoe Koen dan zo humble en down to earth blijft.
Sterker nog, hij houdt nog rekening met anderen, met andermans gevoelens. En dat terwijl hij zo populair is. Mij het kwetsen vind ik wel heel lastig. En ik heb een beetje het gevoel als ik moet gaan kiezen dat ik er eentje heel hard mee kwets. En dat vind ik gewoon wel moeilijk. Vriend, ze zijn er nog geen 12 fucking uur. Je gaat niemand kwetsen. Het is gewoon, je hebt gewoon een sixpack. Maar zo lief als dat hij is, maakt hij toch een keuze en zei hij dit. Liever langs Alicia gelegen? Ja, mijn voorkeur gaat wel iets naar haar uit. Ja. Ja? Hoe leuk is dat? En ik denk ook serieus dat ze voor elkaar zijn gemaakt. Ze zijn voor elkaar geboren. Tja, Misha die praat ook heel erg graag over Koen. En Koen, die praat ook heel erg graag over Koen. Dus ik denk, ja, beter kan niet. Maar even over gisteravond. Dank je. En je hebt me wel aan het denken gezet. Ja? Ja, je hebt het me wel moeilijk gemaakt. Dus ik heb vanmorgen even gewacht met praten. Ik ben even lekker gaan sporten. Ja, en tijdens dat sporten keek ik in de spiegel en dacht ik, damn, ik ben sexy. Nou, toen ben ik daarna gaan douchen, heb mezelf afgetrokken op een foto van mezelf. En nu zit ik hier. We hadden het ook weer over. Maar het gaat goed tussen. Naar eigen zeggen verloopt het heel erg soepel. En nog belangrijker. Ja, gewoon, er zijn gewoon geen stiltes of zo. Er valt ook op dat moment een stilte. Het gaat echt goed tussen ons. Er valt ook nooit stiltes en... Maar goed, het is duidelijk, hij gaat voor Alicia. Chamicia. Hoe heet zij? Wat zeg ik de hele tijd? Ik denk Alicia. Chamicia, die praat ook heel erg graag over Koen. Ik heb wel een kleine voorkeur al. Toch? Ja, mijn voorkeur ligt toch iets meer bij jou. Oké, nou, weer een nieuwe liefde. Koen en Alicia. Naomi gaat... Oh, hij is... Oké, hij is nog in gesprek met Naomi. Nou, laten we dan maar gaan kijken. Koen is nog even in gesprek met Naomi. Waarschijnlijk om te zeggen dat hij voor Alicia gaat, zodat Omi niet aan het lijntje wordt gehouden. Want ja, dat doe je gewoon als je een gentleman bent. Laten we even kijken hoe dat gaat. Nou, ik... Dat verbaasde me wel. Alicia kwam daarna naar mij toe. Mm-hmm. Om te zeggen dat ze ook voor mij wilde gaan. Ja, klopt. Ah, gaat hij weer. For fuck's sake. Deze guy moet een soort van zijn eigen zender hebben. Een soort RTL Koen. Waarop alleen maar reality shows te zien zijn van zijn eigen fucking leven. Dan is hij gelukkig. Maar we gingen kijken naar hoe hij tegen Naomi zegt dat hij voor Alicia gaat. Zodat Naomi duidelijkheid heeft. Ik ben wel eerlijk geweest. Ik heb haar nog niet verteld dat mijn voorkeur iets meer Alicia ligt. Dan ben je toch niet eerlijk, pannenkoek. Dat is nogal een belangrijk detail. Dat meisje wil het energie in je steken, maar niet als je voor iemand anders gaat. Dus vertel het er. Oké, maar misschien is hij het wel vergeten. Weet je wel, hij heeft in ieder geval niet gelogen. Ben je nog blij dat je met mij in koppel zit? Zeker. Ja. Deze guy. Maar dezelfde avond gaat hij kiezen. Definitief. Gaat hij voor Naomi of gaat hij voor Alicia of Jamisha? Ik heb nog steeds geen idee hoe ze heet. Maar het is vrij duidelijk dat hij voor haar gaat. Maar laten we toch even kijken, want het is Koen en er kan van alles gebeuren. Het kan ook zomaar gebeuren dat hij opeens voor Fabienne gaat, want ja, ze heeft nog een leuke grap over kip marineren. Gelukkig zijn er twee hele knappe dames binnengekomen op het juiste moment. De keuze heb ik gebaseerd op de dame. Ik vind dat jij een heel sterk karakter hebt. Je bent heel mooi naturel. En ik denk dat wij toekomstgericht heel goed bij elkaar passen. Naomi. Zie je nou wel? I told you! Hij heeft toch voor Naomi gekozen. Terwijl hij zei dat hij voor Jamisha of Alicia zou gaan. I don't know. Maar ook niet voor Fabienne. Trouwens, nu we ze bespreken, laten we nou maar gewoon elke keuze doornemen. Misschien zijn er nog gekke dingen. Ik leer elke dag meer en meer over haar. Door haar positiviteit en hoe ze hier met anderen ook omgaat. Dat geeft me een goed en warm gevoel. Ja, je zult het zeker warm hebben. Je staat naast een vuurkorf, de grootte van mijn fucking appartement. Hé, hey, nu Mert. En we weten allemaal hoe goed Mert is in dit soort speeches. En ook Victor. Mert? Je mag wel staan. In ons verlossen van deze spannende vibe. Victor die zegt gewoon, hey, luister, die speech was heel spannend van Mattie. En ik zit nu in de spannende vibe. En ik weet, Mert, dat jij altijd die spannende vibe verneukt met je speeches. Dus begin alsjeblieft. Nou, over die spanning gesproken. Koen moest natuurlijk kiezen tussen twee meiden. Alicia en Naomi. Hij koos voor Naomi. En daar zei hij dit tegen de volgende dag. Voel je? Echt opgelucht. Ja, ik bedoel, je had me wel al die bevestiging eigenlijk gegeven. Mm-hmm. Maar alsnog... Ja, ik dacht, ik zeg maar niks. En ik hou het spannend. Want niemand wist het, hè? Nee, precies. Voor wie? Voor wie? Voor wie Koen? Ik bedoel, je bent niet een Hollywood filmregisseur.
Uit gewoon je gevoelens naar degene die je leuk vindt. En laat hoe leuk het programma is maar aan de regisseur over. En stel Naomi een beetje gerust. Deze gast maakt echt de weirdste keuzes. Net zoals dit. Kus. Plotseling ging hij in voor de kus. Heftig. Die zag ik even niet aankomen, maar het is wel belangrijk dat iemand dat goed kan. En ja... Zo ongemakkelijk dit. Ei, dol enthousiast over je kus, Koen. Goeie keuze gemaakt. Maar het is wel schattig. Wie ook schattig zijn Bert en Joan. Die doen namelijk op een feestje alsof ze elkaar voor het eerst ontmoeten. Een soort rollenspel. En ik ga dat lekker analyseren. Je ziet echt leuk uit. Van waar kom je? Dank je. Ik kom uit Amsterdam. En jij? Lekker Mert. Goed bezig. Een compliment geven. Dat is altijd goed. En daarna een vraag, zodat het gesprek niet doodloopt. 17. Oh. Nog een. Wat doe je hier in Amsterdam? Heel goed, Joan. Je zet het gesprek voort. Ook al is het best obvious wat hij daar aan het doen is. Ik bedoel, hij staat in een club te dansen. Maar bij zo'n voor de hand liggende vraag kun je ook een grap maken. Dat zou ik dan doen. Oh, wat ik hier doe? Nou, wat doe jij hier? Je staat voor een tafel die ik moet leegruimen. Dankjewel, mijn god zeg. Hè? En dan zeg maar om de grap vol te houden, alles in de club opruimen. Nee, dat zou ik niet doen. Doe dat niet mensen, dat is niet een goed advies. Geef gewoon een antwoord, want iemand is gewoon zenuwachtig en stelt ja, niet relevante vragen. Ja, ik dacht dat het gezellig met de boys even uitgaat. Wat gezellig. Maar je ziet er wel echt leuk uit. Dankjewel. Ja, nice. Ja, kijk, je hebt dat compliment al gegeven. Daar begon je namelijk het gesprek mee. Je begon natuurlijk met, hey, je ziet er leuk uit, waar kom je vandaan? Maar hey, is er een limiet aan dat compliment? Nee, dus goed gedaan. Ja. Hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 25, en jij? Oké, ik ben 26. Hey, dat zou ik echt zeggen. Ja, gewoon je leeftijd omhoog krikken om ja, te kunnen krikken. Oké. Okay. Hoe oud ben je eigenlijk? 31, ik ook. What the fuck, 31? Jezus. Holy fuck. Hey, Appie. Appie. Hey, ze is 31. Hey, wacht, wat is mijn oom, Appie. Hij is ook oud, wacht. Appie, 31. Nee? Nee, oké, okay. Te oud, Jezus. Zelfs Appie vindt oud. Hij heeft 3 kinderen. Oké, dat was hem dan, dames en heren. Dat was alweer de Love Island video. De ene laatste voorlopig. Want volgende week is de finale en dan is het natuurlijk klaar. En laat even weten in de comments wat het leukste was aan de afgelopen week. Want dan kan ik dat gaan bespreken volgende week. Ik hoop je dan te zien. En aankomende woensdag heb ik weer een video. En dat wordt echt een fucking grappige. Ja, oké. Kijk maar gewoon ook woensdag. En anders tot zondag. En kom eraan, Alpie. Dag.